Yo mensen, ook maar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk een Jacobsladder maken. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo. Waar we eerst mee beginnen is, we gaan een mooi bakje printen. Hieronder in de descriptions staat hoe je het moet printen. Maar je kan het bakje ook gewoon van karton of van hout. Of misschien zelfs wel, als je een echte I'm Kianner bent, van duct tape. Dus die gaan we nu even printen. Zo, het bakje is ge-3D print. Ik heb dit zo gemaakt, omdat we met hoogspanning gaan werken. Dus dan kan ik er een glas overheen zetten, want als je straks de Jacobsladder aanraakt, nou, dan krijg je wel een hele flinke schok. Dus dan gaan we nu even verder bouwen. We hebben hier een omvormerstransformator en die kan iets van 5 volt omzetten naar 20.000 volt. En de bedoeling is dat hier zo de batterijen aankomen. En hier zo 2 ijzeren draadjes. Die gaan we nu eerst even strippen. Dus dat betekent het isolatiemateriaal eraf halen. Oké, het draad is mooi gestript. Dan is het nu de bedoeling dat deze 2 hier doorheen gaan. Nummer 1, nummer 2. En dan worden deze 2... gestripte draadjes hier dus zo mooi opgesoldeerd. Klaar. De hoogspanningskant is klaar. Nu moeten we hier nog even een schakelaartje solderen, zodat we hem aan en uit kunnen zetten. Dan gaan we nu dit draadje aan 1 kant van het schakelaartje doen. Eerst doen we even wat krimpkous erom. Klaar. Ik heb de kleine draadjes een beetje naar buiten gebogen. Hier zo, ze moeten eerst een klein stukje naar binnen, maar ze mogen elkaar niet aanraken. Dan krijg je kortsluiting. Dus naar binnen en dan weer naar buiten. En hij is dus nu af. En eigenlijk had je 4 batterijtjes van 1,5 volt nodig. Maar die hebben wij niet. Dus wij hebben hier een zelfbouwvoeding voor een computer. Dus die hebben wij even gebruikt. Met een mooi batterijtje kan alles er mooi onder. Maar ja, dat gaat niet lukken. Dus, maar we kunnen wel nu al testen. Dus we doen het glas erover. En zal die het doen? Oh ja, vooral niet aanraken als die aanstaat. Want dan heb je een hele harde schok. Oké, 3, 2, 1... Ja, wauw, wees. Hij doet het. Gaan we even kijken of het lukt in een donkere kamer. Oké. Ja, wauw.
dit mooie apparaatje werkt, is omdat de vonk de kortste weg wil nemen met de minste weerstand. En dat is bij het ingedeukte stukje. Dus daar slaat hij naar elkaar toe. Maar omdat de lucht eromheen dan warmer wordt, gaat de vonk omhoog met de lucht die warm is. Dus ook de meeste weerstand, gaat de vonk mee omhoog. En daarom gaat hij zo omhoog en dan gaat hij uit en weer omhoog en dan gaat hij uit. En dat gaat de hele tijd door. Dus ja, super cool. Wauw. Maar echt, nog één keer zeg ik het, raak het niet en echt niet aan. Want dan heb je echt een hele, hele, hele harde schok. Dus vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren en druk dan ook op het belletje, dat je iedere week op de hoogte bent van mijn video's. En doe natuurlijk het duimpje omhoog en deel dit linkje met iedereen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is: if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.